Kids is een fitness- en oefenprogramma voor kinderen met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening dat opgezet is door Stichting Fit Kids. Het programma wordt gegeven door fysiotherapeuten en kinderfysiotherapeuten. En het is voor kinderen met een chronische ziekte, bijvoorbeeld astma, reuma of diabetes. Maar ook voor kinderen met Down-syndroom, ADHD of autisme en andere aandoeningen. Gaat goed, 11. Goed omhoog komen. Voordat ik naar de Fit Kids ging, ging alles niet zo goed. Toen kon ik niet zo hard rennen. En kon ik niet zo makkelijk een verstopplaats bedenken. Wil jij nog een drinkje? Ja, ga. Ik pak het zelf wel. Bij Thierry was sinds dat hij 3 maanden was al kinderfysiotherapie. En ja, ik had het idee dat er iets met hem was. Motoriek was moeilijk, dat wist ik al. Hij is toen in september vorig jaar getest op DCD. Die diagnose is gesteld. En via de revalidatiearts is toen FitKids voorgesteld om hem wat meer te laten oefenen met kracht en conditie. En een ander bijkomend pluspuntje zou zijn dat hij ook in groepjes kan oefenen. Dus dat het sociaal aspect ook naar voren kwam. Is 2 daar met jou? Ik zie veel kinderen met een chronische ziekte en een deel daarvan beweegt weinig. En daarvan zou meer beweging eigenlijk goed zijn voor het onder controle houden van hun ziekte en ook voor hun algemeen welbevinden. Ik heb cystische fibrosis, dat is de taaislijmziekte. En daardoor raken mijn luchtwegen verstopt. En daarom ga ik naar FitKids, zodat mijn conditie vooral vooruit gaat. Nou, onze filosofie is dat het belangrijk is om het vast te leggen hoe een kind het doet voor een beweegprogramma. En zeg maar halverwege of ergens tussenin en aan het eind. Zodat je daar objectief vast kunt leggen of iemand vooruit gaat, ja of nee. Of misschien minder achteruit gaat in sommige situaties. Nou, een uur FitKids. FitKids ziet er eigenlijk uit als dat je... Je komt binnen, je gaat je omkleden en doet dan apparaten die ze voor jou hebben uitgekozen, wat hun slim lijkt om jou te laten doen. En die doe je dan. En dan het laatste kwartiertje mag je een spelletje gaan doen met de rest van de groep. Ik verwijs vaak kinderen naar FitKids toe als ik op de poli het idee heb dat te weinig bewegen een rol speelt eigenlijk in het niet goed onder controle krijgen van de ziekte en het opbouwen van een goede conditie. En meestal ga ik dan zoek ik op het computerscherm op dat moment op de FitKids website een centrum in de buurt op. En vaak schrijf ik ook meteen een verwijzing naar de fysiotherapeut die aan het FitKids programma deelneemt. Voor de FitKids doe ik eigenlijk bijna altijd zelf een intake. En in de intake testen we een stukje kracht, conditie en uiteraard vraaggesprek waar we de doelen maken. En na de intake kijk ik of het kind het aan kan om in een groep te trainen. En dan kijken we wat voor groep het beste is. Dan wordt de training verder gedaan door de trainers. En ik zie de kinderen dan steeds periodiek terug om te kijken wat de vooruitgang is en hoe het verder loopt. Nog een keer. Blijf maar staan. Ik weet niet of ze later naar een sport gaan wil. Haar doel is om gewoon alle leuke dingen die ze kan doen, om die gewoon mee te doen. Dus lekker op de fiets naar school kunnen. Inderdaad naar een sportvereniging, maar een grote hobby is toneelspelen. Dus daar wil ze ook heen. En voor al dat soort dingen heb je een goede conditie nodig. Vaak voelen kinderen zich, als ze meer bewegen,
gewoon prettiger, trotser op zichzelf. En als ze minder gepest worden, is dat ook een belangrijk voordeel. En uit literatuur is ook wel bekend dat mensen die gewoon sporten vaak beter in hun vel zitten. En zich beter over zichzelf voelen. Ja, je kan wel zeggen dat FitKids echt bijdraagt aan het algemeen welzijn van Gemma. Je ziet dat ze na verloop van trainingen veel meer weer volhoudt. Dat het niet meer nodig is om haar naar school te brengen. Dat ze zin heeft om naar de sportverenigingen te gaan. Dat ze zin heeft om 's avonds nog de fiets te pakken en naar vrienden te gaan. Ik ben geopereerd aan de tetralogie van Verlo. En kort gezegd is dat je gewoon vier dingen in je hart hebt, wat dus niet zo was als hoe het moet zijn. En toen ik 11 maanden was, ben ik daarna geopereerd. Nou, toen ik 16 jaar was, was mijn conditie heel erg slecht. Het was bijvoorbeeld op school ging een wedstrijd doen, traplopen. En ik kon dat gewoon niet bijhouden. Dat was, het was heel erg vergeleken met mijn leeftijdsgenoten. Wat vaak opvalt en wat mij opvalt is, ook al de ouders van kinderen met die reuma bijvoorbeeld, er is op 3-4-jarige leeftijd tegen die kinderen of tegen de ouders gezegd, je mag dit niet en dat niet. En nu komen ze 10 jaar later bij ons, dan weten ze nog precies te herinneren wat ze niet mogen doen. En dat is nu al lang niet meer van toepassing, want ze hebben al lang niet meer die dikke enkels, die enorm gezwollen knieën, et cetera. Die kinderen hebben nu de ziekte onder bedwang, is in rust. Maar nog steeds hebben ze hun achterhoofd, ik mag niet skileren, ik mag niet rennen, ik mag niet trampoline springen, ik mag niet gewoon springen, ik kan eigenlijk niet meedoen met de gymles. Terwijl er nu, 10 jaar later, helemaal geen redenen meer zou zijn waarom die kinderen niet meer in sportsituaties mogen participeren. Ja, ik voel me lekkerder in mijn vel nu. En ze begeleiden je ook heel erg goed. Oké. Met FitKids heb ik bereikt dat ik een betere conditie heb. Ook bijvoorbeeld met trappen lopen zou ik het nu makkelijk kunnen winnen van mijn medeleerlingen. En het is ook belangrijk dat ik mijn conditie goed op peil hou. En ik weet zeker als ik gewoon met FitKids door blijf gaan, dat ook zeker zo blijft. FitKids heeft ook verder effect gehad op de rest van mijn leven. Ik heb een scooter, maar ik pak nu steeds vaker de fiets om gewoon mijn conditie ook zelf op peil te houden. En ik ga vaker sportieve dingen doen met vrienden. Ik ga met vriendinnen naar Spanje en goede vorm is dan ook belangrijk. Dus bij FitKids heb ik dus ook mijn lichamelijk kunnen verbeteren en dat vind ik ook wel heel fijn. Ik kan zeker zeggen dat ik met FitKids er beter uit ben gekomen. Ik heb op FitKids gezeten om mijn lichamelijke conditie en krachten te verbeteren en uiteindelijk door te stromen naar een sportvereniging om een sport te beoefenen. Voor kinderen met een chronische ziekte is bewegen in zekere zin nog belangrijker dan voor gezonde kinderen, omdat daar sprake is van dingen die hun in het dagelijks leven al hinderen, met schoolverzuim, minder deelname aan sport, zwaarlijvigheid en minder plezier. En kan het daarmee hun algemeen welbevinden vergroten. De manier, hun zelfbeeld en waarop ze tegen zichzelf aankijken en hun conditie verbeteren. Nou, de FitKids-les die ging in zijn werk dat je in groepen ging sporten. Nou, dat is natuurlijk naast heel gezond ook heel gezellig. Sporten is heel belangrijk, dat weet iedereen. Maar voor mensen met een beperking denk ik dat het nog een keer zo belangrijk is. Je kan ondanks je handicap, de meeste mensen kunnen nog zoveel dingen. En het is heel belangrijk om dat te weten en gewoon heel veel dingen eruit te halen. Op uw plaatsen. Ja, FitKids kan een hele goede rol spelen. Ja, eigenlijk voor ieder kind denk ik met een beperking wel. Omdat je op je eigen niveau begint met sporten. En sport is echt heel belangrijk
En als FitKids daar dan bij kan helpen, dan is dat ideaal. Maar het gaat goed hoor. Kom op, hè. Kom op, Tim, kom op. Kom op, hoor. Het is juist goed voor kinderen met een chronische ziekte om te bewegen. Maar het menselijk lichaam is echt gemaakt om in beweging te zijn en te blijven. En zeker niet gemaakt om in bed te liggen of op de bank te zitten en tv te kijken. Als je gaat kijken naar de positieve effecten van bewegen, je hart- en vaatsysteem, die wordt door bewegen wordt dat aangesproken en je hartspier wordt sterker en je vaten blijven schoner als je beweegt. En ook je spiersysteem ontwikkelt goed en ook je zenuwstelsel ontwikkelt. Maar daarnaast zijn er ook een aantal andere aspecten die belangrijk zijn. Je ziet ook emotionele ontwikkeling, sociale ontwikkeling, door bewegen, verbeteren. Samen spelen bijvoorbeeld met andere kinderen is natuurlijk ook belangrijk. En je leert daar ook dingen als winst en verlies en samen delen. Dat soort aspecten leer je daardoor. En die leer je niet door alleen een dvd'tje te kijken. Ik zit op FitKids omdat ik heb astma en daardoor ben ik chronisch vermoeid. En ik probeer hier mijn conditie te verbeteren. Tot nu toe lukt dat aardig goed. Vroeger moest ik best wel vaak naar de dokter toe, ook voor onderzoeken, omdat het dan weer slechter ging. Maar nu, sinds ik op FitKids zit, gaat het een stuk beter. Dan hoef ik dus ook minder vaak naar de dokter. 3, 2, 1. Ik zit nu natuurlijk nog op de FitKids, maar... Het gaat nu steeds beter en als het zo doorgaat, zou ik graag op streetdance willen. Met de FitKids zien we hele grote verbeteringen op velerlei vlakken. Wat we heel makkelijk kunnen meten is het stukje kracht en conditie waarin ze verbeteren. En ik denk als ik 10 kinderen test, dat er 9 echt hele goede verbeteringen hebben. Daarnaast is het stukje... kwaliteit van leven, dus hoe komen de kinderen binnen is vaak onzeker en durven niet goed te bewegen, zijn een beetje bang met gymmen en dat soort dingen. En daar hoor ik van terug, van de ouders vooral, maar ook wel van de kinderen als je er goed naar doorvraagt, dat ze veel prettiger bijvoorbeeld naar een gymles gaan of toch nu gaan nadenken over welke sport zal ik gaan doen, terwijl ze een jaar geleden of een half jaar geleden nog überhaupt niet aan een sport zouden durven denken. Hij heeft het heel erg naar zijn zin. Hij gaat er graag naartoe. Hij heeft daar ook een beetje zijn vaste vriendjes, zeg maar, gevonden. De toets tussendoor, elke 3 maanden wordt er getest of de vooruitgang is. Nou, dat is er ook. En ja, we zijn het nou eigenlijk een beetje aan het afronden. Daar. Eind januari, begin februari zijn de Christchurch, Nieuw-Zeeland, de wereldkampioenschappen voor atleten met een lichamelijke beperking. 3 van deze 4 atleten gaan daar naartoe, vrijwel zeker. Dat zijn Stefan Rus, Henk Schuiling, maar ook Kenny van Wegel, de snelste man in de wereld op dit moment, dames en heren. Ik ben dus begonnen met FitKids en volgens mij vlak daarna ben ik gaan wielen. En dat is steeds beter gegaan en nu zit ik in de Nederlandse talentenselectie van de atletiek dus. En ja, FitKids heeft daar aan het begin echt bij geholpen. Kijk eens even, hij benaderde 2 terug. Dus naast dat mijn conditie verbeterde, heb ik echt een grote sprong gemaakt dankzij FitKids. Het hebben van een chronische ziekte als kind en te dik zijn gaat vaak samen. Omdat een chronische ziekte leidt tot minder zin in beweging, doordat je je niet goed voelt. Dat leidt tot conditieverlies en dat is een zichzelf versterkend mechanisme. Minder bewegen door conditieverlies leidt tot verder conditieverlies. Als je die cirkel kunt doorbreken door meer te gaan bewegen, dan dien je zowel de behandeling van die ziekte in een aantal gevallen een goed doel, als ook een verlaging van het gewicht. 2, 1, en een applausje voor jezelf. Ben je een beetje vrolijk weer? Nou, wat je soms ziet of vaak ziet als kinderen meer gaan bewegen, is dat ze door meer bewegen een betere conditie krijgen. En vaak ook daarmee samenhangend of met algemeen plezier wat ze erin hebben, dat ze er ook meer lol in krijgen. Dus dat ze in de vicieuze cirkel weer komen, maar nu in de lift naar boven in plaats van in de lift naar beneden. Een kind zit gemiddeld een half jaar tot 3/4 jaar bij ons in de FitKids.
Soms is het wel wat langer. En dan proberen we toch echt binnen een jaar een sportkeuze te maken. Een van de jongetjes die bij ons traint, Thierry bijvoorbeeld, die heeft zich zeer goed ontwikkeld het afgelopen half jaar op het gebied van zijn conditie en kracht. Volgens zijn moeder zit hij ook beter in zijn vel en gaat hij makkelijker naar buiten en dat soort dingen bewegen. En daar zijn we nu voor aan het kijken om welke sport je kan gaan kiezen. En hier in Den Bosch hebben wij daar samenwerking met Surf Sportpunt en Bewegen. Daar is een meneer, daar gaan ze dan naartoe, die doet ook nog een soort van intake. En die gaat kijken van welke sport past het beste bij jou. Want hij heeft hier in de gemeente alles in kaart gebracht wat er is aan sport voor de kinderen met een beperking. Ofwel een handicap. En in overleg met mij dan en met de ouders en met Thierry gaan we dan na de zomer kijken welke sport hij kan gaan proberen te doen. Toen ik bij de Fit Kids kwam, veranderde het. Toen werd ik overal veel beter in dan normaal. Ik kon beter rennen. Ik kon beter stoeien. Ik kon beter nadenken waar je kunt verstoppen. Ik weet hoe het is om te kunnen spelen en participeren in een team bijvoorbeeld. Of gewoon lekker te bewegen en met je lijf bezig te zijn. En dat wens ik echt iedereen toe. Zeker ook kinderen die daar wat moeite mee hebben. En daarom vind ik FitKit een van de leukste dingen om te doen. Omdat je dan ook echt het laatste stapje, echt een zetje in de rug kan geven om dat toch te kunnen bereiken. Als ik 's ochtends wakker ben, denk ik steeds, yes, yes, eindelijk Fit Kids. Dan kan ik beter conditie houden. Nou, ik zou kinderen met thuislijmziektes en ook met andere ziektes zeker adviseren om met Fit Kids mee te gaan doen. Want het is gewoon gezellig en je kunt met elkaar lachen en je kunt met elkaar sporten. En het is goed voor je, dus waarom zou je het niet doen?